Hoi, ik ben Raymond, thuissportspecialist en in deze video geef ik je 3 onbekende tricepoefeningen die je zelf thuis kunt uitvoeren. Oké, de eerste oefening die ik je ga laten zien. Daar word je niet heel veel sterker van en daar krijg je ook geen grotere armen van. En dan hoor ik je denken, ja maar Raymond, ik wil wel grotere armen krijgen en ik wil wel sterk worden. Die triceps moeten groeien, die moeten hun werk gaan doen. Wat heb ik dan aan deze oefening? Nou, het punt is dat heel veel mensen thuis trainen. Alleen, ze kunnen niet zwaar genoeg trainen, omdat ze niet het materiaal hebben of ze trainen niet goed. En met deze oefening kan je daar verandering in brengen. En dat zal ik je zo laten zien waarom. Als we het over tricep oefeningen hebben, dan schiet bij de meeste mensen gelijk dippen door hun hoofd heen. En er is niks mis met dips, het is een super goede oefening, alleen je moet hem wel zwaar genoeg kunnen doen. Op het moment dat je bijvoorbeeld 5 setjes van 30 herhalingen kan doen, dan geeft dit niet het gewenste effect. Waar we dus voor moeten zorgen, is dat we de oefening zwaarder kunnen maken. En zonder degelijk trainingsmateriaal kan dit soms best lastig zijn. Maar gelukkig kunnen we dit op 2 manieren doen. We kunnen zorgen dat we gewicht op onze schoot leggen, of we kunnen de triceps voor vermoeien. En dat is wanneer de isometric tricep extension een uitkomst kan bieden. Oké, je gaat recht vooruit staan en brengt 1 arm achter je lichaam. Met je andere arm pak je je pols beet en dan wil je je elleboog zo hard mogelijk naar achter duwen. Wat we dus niet willen doen, is de elleboog buigen en dan duwen. Oké, we pakken onze pols beet en duwen zo hard mogelijk onze andere hand weg. Als de arm iets buigt is dit geen probleem, maar let er wel op dat je hem zo recht mogelijk probeert te houden. Doe deze oefening eens 30 seconden per arm en ga hierna gelijk door naar je volgende oefening, zoals bijvoorbeeld dippen. Nu zijn je armen voorvermoeid en daardoor kan je op deze manier wel goed trainen. Voor alle aankomende oefeningen is het belangrijk om je ellebogen langs je lichaam te houden en om ze niet naar buiten te laten gaan. Je hoeft je ellebogen ook weer niet continu tegen je ribbenkas aan te duwen, maar een paar centimeter daarvan af is prima. Je kunt ook bijna alle oefeningen lichter maken, wat ik hier zal demonstreren met een normale push-up. Zo voeren we normale push-ups uit. Maar ik zou deze lichter kunnen maken door mijn knieën op de grond te zetten en dan een push-up te gaan doen. Maar een betere uitvoering zou zijn om te zorgen dat mijn rug en hamstrings in één rechte lijn zijn en ik mijn heupen naar voren breng. En vanaf hier begin met de push-ups. Oké, de tweede oefening is een judo push-up. We beginnen in de normale push-up positie. En vanaf hieruit zetten we een paar kleine stapjes naar voren, brengen we onze kont omhoog en maken we een omgekeerde V. Vanaf hier duiken we naar beneden, je raakt met je baard de grond aan en komt omhoog. Vanaf hier gaan we precies op dezelfde manier weer terug. Je zou deze oefening lichter kunnen maken door alleen de duik te nemen, vanaf daar omhoog te komen en op deze manier weer terug te gaan naar de normale startpositie. Oké, bij deze laatste oefeningen begin ik met de lichtste variant en werken we naar de zwaarste variant. We willen bij deze oefeningen onze handen weer niet te wijd zetten, ook niet te smal, maar ongeveer op schouderbreedte of net daarbuiten. We beginnen met de wall tricep press. Voor deze oefening zet je je voeten 40 cm van de muur vandaan. Maar je kunt hem natuurlijk aanzienlijk zwaarder maken als je je voeten bijvoorbeeld een meter vanaf de muur zet. Oké, ik ga jullie nu een aantal oefeningen laten zien en ik weet dat er in de titel staat zonder materiaal. Maar dit zijn materialen die heeft iedereen eigenlijk bij in huis. Vandaar dat ik deze toch ga laten zien. Voor de zwaardere varianten hebben we wat materiaal nodig. Zoiets als een squatkooi of bijvoorbeeld een trap of iets anders stevigs. Oké, voor deze variant gebruiken we de trap. We zoeken onze handbreedte, niet te wijd, niet te smal, gewoon op schouderbreedte. En ik stap een stukje naar achter en vanaf daar kom ik met mijn hoofd net langs de trap treden en laat ik mijn ellebogen weer niet naar buiten toe gaan. Natuurlijk kan je deze ook weer variëren door bijvoorbeeld telkens de trap treden lager te pakken. Als je toevallig een squatkooi, een power rack of hoe je het ook wilt noemen thuis hebt staan, dan kan je deze nog variëren door telkens een verschillende hoogte te pakken. Hetzelfde principe als bij de trap. Hierbij verplaatsen we de veiligheidsbar telkens omhoog of omlaag. Voor de volgende oefening heb je weer wat meer materiaal nodig. Bijvoorbeeld een touw, of een riem van een badjas, of een ketting van een motor,
En zelfs zoiets als een grote hamer. Maar daar kom ik zo nog op terug. Oké, je pakt een van de materialen die ik net heb opgenoemd. Of het nou het touw van een badjas is, of een normale touw, of iets vergelijkbaars. En deze steek je door de trap heen, of de squatkooi, of bijvoorbeeld een schommel die je in je tuin hebt staan. Of iets anders wat steviger is. We gaan liggen op de grond en je pakt het touw een stuk boven je hoofdbeet. Vanaf hier span je je buik en je rug zo hard mogelijk aan en kom je omhoog. Je kan deze oefening natuurlijk weer lichter maken door op je knieën te leunen en dan omhoog te komen. Een leuke variant daar weer op is omhoog komen zoals je net hebt gedaan en vanaf daar je ellebogen helemaal strekken. Heb je nou geen touw thuis, maar wel een hamer of een bijl, dan kan die van pas komen. Natuurlijk als je twee hamers of bijlen hebt, dan is de oefening makkelijker uit te voeren. Maar je kunt natuurlijk ook de trap of een squatkooi of een ander vergelijkbaar paaltje in de tuin bijvoorbeeld gebruiken. En dan zijn we aangekomen bij de laatste oefening, de tiger push-up. Die doen we zoals ik hem hiervoor doe. En dan kunnen we iets zwaarder maken door onze heupen naar voren te brengen. En voor de echte diehards hebben we hier ook nog de allerzwaarste variant van. Ik krijg het bijna niet voor elkaar, maar je leunt met je tenen op de grond en vanaf daar probeer je omhoog te komen. Zoals je hebt gezien kan je met wat simpele materialen die iedereen in huis heeft hartstikke zwaar trainen. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien en nog meer handige tips, neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren zodat je nooit meer een video mist. Tot de volgende keer!